En het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR, heeft vanmorgen een aanvang gemaakt met een communicatieweek door middel van een persconferentie. Deze week is de voorloper op het Internationale Communicatiecongres 2018 dat op donderdag en vrijdag wordt gehouden in TBL Cinemas. Het thema voor het communicatiecongres is de Glitter and Glamour of Internal Communication, The Purpose to Communicate. Volgens Angela van der Kooijen, voorzitter van CCPR, is ervoor gekozen de interne communicatie en alle onderdelen van het communicatieproces te belichten. CCPR doet dit omdat we het belangrijk vinden dat men weet wat communicatie inhoudt, benadrukt de voorzitter. Wat je veelal ziet in het werkveld is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan die externe communicatie, aan die PR. En onvoldoende aandacht aan wat er intern gebeurt. De organisatieprocessen zodanig inrichten dat het gewenste effect daarbuiten wordt bereikt. Hetzelfde geldt ook met die ik-communicatie. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe beïnvloedt het ook je handelingen naar buiten toe? Dat is ook heel erg belangrijk. Dus wij gaan verschillende invalshoeken doen. We gaan dus kijken naar de verbinding tussen interne en externe communicatie. We gaan naar die ik-communicatie kijken. We gaan je natuurlijk ook handvaten geven. Hoe word je een senior communicatieprofessional? We gaan praten over de mijlpalen in de interne communicatie. We gaan ook praten over journalism as a communication tool, internal communication tool. En uiteraard zijn er een aantal paneldiscussies waarbij één van ze is communicatie en leiderschap. Zoals mevrouw Sweet ook al aangaf, leiderschap is communicatie is een essentieel onderdeel van leiderschap. Angela benadrukt verder dat een leider die niet kan communiceren niet de gewenste resultaten kan bereiken. Want je moet in staat zijn mensen te motiveren, zegt de voorzitter. In staat zijn om mensen betrokken te laten raken met de organisatie of het doel waar je mee bezig bent. En ook mensen te kunnen mobiliseren om te doen wat je eigenlijk wil bereiken. Heel erg belangrijk als leider. Een van de andere paneldiscussies is, wat is de status van communicatie in Suriname? Daar hebben wij een lopend communicatieonderzoek voor. Het onderzoek loopt nog tot en met morgen. En het is gestuurd naar eigenlijk alle personen in Suriname, alle bedrijven, iedereen kan eraan meedoen. En de resultaten daarvan die zullen tijdens het communicatiecongres worden gepresenteerd. We gaan dus ook, u dus ook meer vertellen van hoe ziet die branche eruit, wie zitten er allemaal in, wat willen we zeg maar met die branche en hoe gaan we ervoor zorgen dat we bepaalde communicatienormen krijgen hier in Suriname. Hallo, Angela van der Kooijen, voorzitter van het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR. Ze sprak vanmorgen tijdens een persconferentie die gold als het startsein voor de Communicatieweek. Deze week is een voorloper op het Internationale Communicatiecongres 2018, die op donderdag 24 mei start.